Ding, ding. Nou ja, dat vinden jullie dat ik er geen last van heb. Maar ik vind dat ik jullie een gunst heb verleend door een stukje van mijn voortuin weg te halen. Alles een gunst. En wat denk je wat wij in die tijd voor jou hebben gedaan? Wat hebben jullie gedaan? Ik heb ook een gunst geleend, of niet? Met je conifeer, of niet? Nou, ik vind het gewoon vreselijk asociaal dat ik niet serieus genomen word. Het valt niet in discussie te gaan met zo'n iemand. Het zijn leugens. Keiharde leugens. Het gaat om millimeters in Vlijmen, maar wel hele belangrijke. Voor Peter van Oers is het duidelijk, zijn buren gaan over de grens. Het is ontoelaatbaar. En we hebben het over de gezamenlijke oprit. Cindy en Edwin van Beurden doen in hun ogen helemaal niets fout. De bus van de familie staat netjes geparkeerd, al 10 jaar op dezelfde plek. Dus waar heeft Peter het over? Ja. Dit is dus het grote probleem. De buurman die meent recht te hebben om een stuk op mijn grond te kunnen parkeren. En ja, daar zijn al een hele hoop akkefietjes over geweest, een hele hoop gedonder is daarover geweest. Hij staat nu deels op mijn grond. Hier loopt dus in het midden van deze tegels loopt de erfgrens. Kijk, dit is de schutting. En de coniferen staan er strak tegenaan, kun je zien. Ze zitten tegen de schutting aan en ze komen er zelf doorheen. Je ziet dat geen drop, hè? Zo hoog waren ze. Zo hoog. Die heeft niet gesnoeid. Deze dus wel, dus ja. Dus ja, over 5 of 10 jaar staat de schutting schever als je ze gewoon laat staan. Het begon eigenlijk al toen ik hier het huis had gekocht, was ik hier aan het klussen. Hij komt de buurman na zijn werk aangereden en staat hij te toeteren voor de deur dat die auto van de oprit af moet. Nou ja, als dat niet snel genoeg gebeurt, dan komt hij met veel ophef ervoor aan de deur. Dus in plaats van dat de buren een stukje dankbaarheid tonen van goh Peter, fijn dat je een stukje van je voortuin hebt weggehaald, zullen we er een pilsje op pakken of iets in die trant, helemaal niks. Dat ding staat er al 10 jaar, hè? Met mijn vorige buren nooit je problemen mee gehad. En dan denk ik, want dan begint ze over te donderen over die bus. Zo gauw ze een personenauto niet in het vak voor hun huis kunnen zetten, wordt die vrolijk bij op de oprit voor hun werkbus neergezet. En het probleem daarvan is, als ik mijn auto daarnaast heb staan, dat er te weinig ruimte is om fatsoenlijk naar voren en achteren te kunnen manoeuvreren. We proberen zo min mogelijk hem tot last te zijn en elke keer komt hij weer. Ja, en dan denken we negeren. En dan uit het niets, dan stapt meneer er weer. Nou, en dan spuug ik vuur, ja echt. Nee. Nou. Het enige wat ik kan bedenken, en dat is heel erg het gevoel wat ik al van begin af aan heb dat ik hier kan wonen. Van, wij wonen hier al lang en jij pas je maar aan ons aan. Dan fokte mij zo op van binnen dat de stoom uit de ogen komt. Echt waar. En dan loopt er, als de akkefietje gebeurd is, dan loopt er nog een uur naar te shaken, ja. Van mijn kant komt respect en probeer ik normaal met hun te praten. En van hun kant komt er alleen een grote mond en wat loop ik nou te zeuren en ik heb er toch geen last van en ja. Echt waar, van ik kan ja, die man wel iets doen. Ja, het gelukt dat ik ouder ben geworden, ik word tot 10-tal. Maar vroeger, hè, dan had hij al niet marginaals gewond. Nee hoor, dan had ik hem midden in de oren aanslagen. Zonder pardon. En hij zit te azen dat wij losse handjes krijgen. En dan zeg ik, Ed, tel tot 10, want daar is hij echt op uit. Dat gevoel hebben wij dus. Ja, dat heb ik ook, hè. Dat gevoel. Echt van... Want hij staat ook echt zo van, kom maar. Komt hem eruit dan. Ja, hij had bloed wel echt onder hun haaks vandaan. Echt waar. En dan denk ik, rustig blijven. Toen heb ik gezegd, van, nou, om dit soort problemen in de toekomst te voorkomen, zit ik te denken om de erven te scheiden. Nou, zei hij, jouw coniferen die staan ook te dicht op de erfgrens. Dan gaan die er ook uit. Dit is de voorgever rooilijn. En tot de voorgever rooilijn wil ik een schutting op de erfgrens op gezamenlijke kosten hebben. En na de voorgever rooilijn wil ik op de erfgrens een schutting op gezamenlijke kosten van 1 meter hoog hebben. Ik heb daar verder geen probleem mee, want dan zet er maar een schutting neer. En mijn paard liefst nog 4 meter hoog, dat ik hem nog maar zie. Echt waar. Meen ik echt. Zal ik hem nog mee helpen ook? Maar wel op zijn eigen grond. En op zijn eigen kosten. Want dat is bij mij nou helemaal klaar, hè? Ja. Nou, niet aankomen van buurman, ik wil jou even samen een schuttingje financieren, hè? Denk het niet, hè? Nog niet misschien.
is geen, geen achterlijk grote conifeer. Het is gewoon een conifeer die fatsoenlijk bij te houden valt. Dus ik denk dat, dat die schutting niet zomaar om wordt geduwd door een klein conifeertje. Nee, dat lijkt mij heel sterk. De takjes heeft hij pas geleden gesnoeid. Ja, nou zijn ze een beetje ongeveer hetzelfde als de schutting. Maar hier groeien ze gewoon er doorheen. En dan denk ik van, ja, dat vind ik niet kunnen. Nou. Ja, ik vind eigenlijk een idioot voor woorden, want hier hoef ik niet de mouwen eigenlijk over zoiets. Maar ja, goed. Als hij dat wil, dan kan je het krijgen. Dus, hè? Rijdende rechter, mijn eis is op de erfgrens een fatsoenlijke schutting op gezamenlijke kosten. Rijdende rechter, ik eis dat Peter zijn coniferen 50 centimeter van mijn schutting afzet. Ja, welkom in de studio beiden. Ja, Peter, laten we gelijk maar even beginnen over die millimeters. Het zijn misschien centimeters, maar die zijn voor jou heel erg belangrijk. Ja, nou ja, het gaat niet zozeer om de ruimte aan zich, maar het gaat eigenlijk om het totaalverhaal en de irritaties wat betreft parkeren. En heb je het gevoel dat jouw probleem of jouw klacht serieus genomen wordt? Nee, dat wordt gebagatelliseerd van well, je hebt er toch geen last van en je moet niet zo zeuren. En klopt dat? Nemen jullie het serieus, het probleem wat hij heeft? Ja, serieus. Hij komt om een scheet, komt hij aan de deur. En het is niet alleen over de bus. De auto parkeren we heel soms wel eens voor de bus. In het weekend, als we een keer in de avond zijn stappen. Maar dan komt hij de volgende dag al s'morgens in de vroegte aan de deur van... Hallo, dat is niet de afspraak. Wij hebben nooit op zwart op wit iets op papier gezet van wat... De bedoeling is over de pad. Nee. Zeg al, we hebben met de vorige buren nooit geen trammeland gehad. En hij is daar komen wonen. En om de kleinste dingen komt hij aan de deur piepen en mouwen. De vorige buren hadden ook geen auto, hè? Die hebben wel een auto gehad. Ja. Jongen, je hebt 15 jaar mijn garage op de grond gehad. Wat nou te vertellen? Ja. Maar als we naar de feiten kijken, is het natuurlijk wel zo dat de bus staat inderdaad voor een halve tegel op zijn grond. Ja, oké. Okay. Dat is nog zo. Dat is wel, dat feit ligt er natuurlijk. Ja. Dat feit is er ook. Ja, maar jullie vinden dat muggenziften? Vind ik wel. Ja. En ik hoorde jou zeggen van ja, ik heb het gevoel, omdat ik er nieuw ben komen wonen, dat ik me gewoon moet aanpassen. Dat ik dat niet mag afkeuren. Nou ja, het is voor mijn gevoel gewoon puur eenrichtingsverkeer. Ik probeer rekening met ze te houden. Ik heb zelfs een stukje van mijn voortuin weggehaald, zodat buurman met zijn bus eruit kan 's morgens. En... helemaal geen reactie, helemaal niks. Nee, het is gewoon puur eenrichtingsverkeer van mijn gevoel. Maar ja, jullie zeiden het net al, voor ons is het gewoon een beetje, het komt uit de hemel vallen. Jullie hebben dat 10 jaar lang, hebben jullie die bus daar geparkeerd. En toen hij daar is komen wonen, hebben wij ook, als hij moest laden en lossen voor zijn verbouwing, hebben wij altijd netjes de bus aan de kant gezet. En als wij s'avonds dachten om 5:00, 6:00, hij is klaar, dan zetten wij netjes de bus terug. Want die auto, er zitten ook waardevolle dingen in. Ja, want dat is wel belangrijk om te melden. Er zitten waardevolle spullen in. En voor jullie is het heel belangrijk als die bus achteruit geparkeerd tegen die schutting aan staat, dat er niet ingebroken kan worden. Ja, want we hebben het al een keer gehad. Hebben jullie dat wel eens tegen hem verteld? Dat de reden is? Nee, want hij is daar nooit bij ons netjes aan de deur geweest. Het is alleen maar, die bus moet eraf. En ik heb geen plek voor mijn deur. Nee, ik heb alleen geklaagd over die tweede auto. Over die BMW die iedere keer bij je op de oprit wordt gezet. Daar heb ik over geklaagd. Over die bus heb je mij nooit over geklaagd. Hoeveel keer? Vorige week zaterdag. Nou, toevallig, 5 minuten. En toen was, daarna was de auto weg voor de deur. Toen hebben we netjes weer in de straat gezet. We gaan over 5 minuten praten, hè? Of het nou 5 minuten of 5 uur is. Het gaat erom dat je weer erbij op oprit zet. Maar dat is misschien 2 keer gebeurd. In al die jaren dat we naast elkaar wonen, denk ik. Ja, was het gelijk al zo tussen jullie? Was het gelijk zo verhit in het begin niet? Nee. Hey, en nu is het oog om oog, tand om tand tussen jullie. Het gaat niet alleen maar over die oprit, maar nou krijg je het ook natuurlijk om je oren, want dan gaat het over de conifeer. Ja. Is dit hoe jullie het willen, samen? Hij wil het zo. Hij is begonnen, dus dan krijg je het. Ja. Dus daarom gaan jullie natuurlijk nu ook over die conifeer. Ja. Want je zei het zelf, het is eigenlijk te gek voor woorden. Ik ga er helemaal niet over liggen zeuren of zoiets. Nee. Echt niet. Nee. Maar is dit hoe jullie het willen? Hoe je met je buren zou willen omgaan? Jij wil het zo. Ja, dat vinden hun, maar dat vind ik dus dat niet vind zo. Dat vind jij, want jij hebt de rijdende rechter op ons afgestuurd. Ja, je had ook gewoon op een normale... Nee, dat heb ik nooit op een normale manier gedaan. Ik krijg van jou een stumper naar mijn hoofd, van jou een mafketel naar mijn hoofd. Daar ben ik er gewoon klaar mee. Maar goed, de oprit. Ja, dat is dus het heikele punt in deze zaak. En meester Visser onderzoekt hoeveel auto's er nou eigenlijk tegelijkertijd op het stukje passen. Goedemorgen. Ja.
Ja. Hallo, ik ben Hi, Peter. Je bent helemaal alleen? Ik ben helemaal alleen. Je vrouw is er niet? Nee, nee. Nou, gaan we eerst maar eens eventjes kijken. Ja. Misschien kunt u me helpen. Als u daar even vasthoudt. 4 meter. Zie ik dat goed? Ja. 4 meter. Nou, dan houden we hem even vast. Ja, dan staat hij met zijn wielen. 2,21 meter. Nou, meer tegen de muur kan hij niet, hè? Nee, ja, dat zou dan kunnen, maar... Dan moet je die spiegel inklappen. En dit is de, zal ik maar zeggen, de helft? Precies, door de 6,5 tegel in. 6,5 tegel? Ja, 13 tegels tussen de huizen in. Hier 6. Dan zouden hier door de midden lopen. Precies door de midden lopen, ja. En uw auto? Die heb ik nou hier staan. Oh. Zo breed is die niet. 1,30. Ongeveer, hè? Ja, het is een kleine auto. Hiervoor had ik een iets grotere auto. En u wilt uw auto er ook op hebben? Nou, het punt is, kijk, als ik mijn auto hier op heb staan, ja, en de buren die hebben nog een andere auto daarvoor staan, ja, wordt het zo smal dat je eigenlijk niet fatsoenlijk naar voren en naar achteren kan gaan. En waar wilt u... Maar het is niet elk weekend dat wij onze auto voor de bus neerzetten. Dat zeg ik maar. Is het 's nachts en 's morgens om 8 uur, 9 uur is je al van de Dam af. Nee, want als hij daar niet als hij daar niet kan staan, dan blijft hij daar gewoon de hele dag staan tot hij daar weg is. Ja, waar wilt u nou uw auto zetten? Precies. Ik wil mijn auto fatsoenlijk hier neer kunnen zetten. Hier? Ja, op mijn eigen grond. Maar dan heb je hier ook nog een stukje dus. Ja, dit stukje heb ik erbij getrokken. Dit was eerst de doorgang, zeg maar. Dan past het toch makkelijk? Ja, dan past de auto hier wel. Ja. En dan past er nog wel een auto langs. Maar dan is het te smal om fatsoenlijk met fietsjes en van alles en nog wat er tussendoor naar achteren te gaan. En ik vind het trouwens een hele zware beschuldiging dat je ons met een kras met je vorige auto. Dan had je gewoon netjes aan de deur moeten komen. Want wij weten van niks. Gaan we straks over hebben. Maar één ding snap ik nog niet helemaal. Als u uw auto hier wil zetten, dan heb ik onvoldoende ruimte. Nou, maar als daar u wilt hier een schutting tussen. Ja. Nou, en die moet dan hier komen, die schutting. Ja. Hier. Ja. En dan heeft u wel voldoende ruimte om met fietsjes er langs te gaan? Nou, dan heb ik voldoende ruimte om een auto hier neer te zetten. Ja. Zonder dat ik kans heb op schade maar van allerlei fietsjes. Maar dan kan jij ook niet meer met jouw fiets langs de auto als hier een schutting staat. Dan moet jij ook van binnen door de voordeur met jouw fiets naar buiten. Want als hier een auto staat geparkeerd van u en je hebt de schutting staan, dan kan jij niet met je fiets er langs. En dat weet ik zeker. Nou, dat mag jij denken. Ik denk als ik hem hier achteruit strak tegen de kant aan zet, dat ik hier nog net zo langs want kan. Want stel, als wij onze auto hier hebben staan, jouw auto staat hier, denkbeeldig een schutting trekken. Zo hè, ja. Jouw auto staat hier, kan jij ook niet met jouw fiets meer erlangs. Dat denk ik wel, als ik hem strak hier tegen de kant aan zet, kan ik hier denk ik nog net weet langs. Weet je wat, goed. Zet die, als je nu auto van u nou zet even hier. Neer. Zet hem, heb je sleutel bij? Ja. Zet uw auto even neer. Dan zetten we die auto nu ook hier neer. Oké. Ik zie wel wat. Als hier een schutting komt. Ja. Kijk, ben ik even de schutting? Ja. Hoe moet die deur dan open? Kijk, nou zet ik hem even vooruit erop in principe. Want dan ga je met aanrijden. Ja, want dan kan die niet verder. Ja. En dan moeten dan de fietsen er langs. Nou ja, dan kan er denk ik geen voertuig op de oprit staan. Of Van Beurden moet ook een klein strookje van de voortuin weghalen. Maar jij wil een schutting. Jij wil een schutting, nee, want wij willen helemaal geen schutting. Nee, dat klopt. Ik wil een schutting. En als jij een schutting zet, dan zet jij hem op jouw eigen grond. Dan heb je nog minder plek om jouw auto daar neer te zetten. Ja, en dan kan jij dus helemaal niet meer met jouw fiets langs een auto heen. Nou ja, dat denk jij. Ik denk achteruit, als en ik achteruit de grond op ga, dat het wel kan. Als wij s'avonds laat thuis komen, de auto hier neerzetten. We hebben 2 kindjes en dan ga ik hier om de hoek parkeren om met die kindjes s'nachts of s'avonds nog een heel eind door de kou en zo om naar huis toe te kunnen. Als ik hem dan hier neerzet, dan zijn ze zo binnen en dan kunnen ze gelijk naar boven toe en naar bed. Mooi is, als morgen vroeg is hij weer weg, je hebt er nog niet eens last van. Nee. Nou ja, dat vinden jullie dat ik er geen last van heb. Maar ik vind dat ik jullie een gunst heb verleend door een stukje van mijn voortuin weg te halen.
alles een gunst. En wat denk je wat wij in die tijd voor jou hebben gedaan? Wat hebben jullie gedaan? Ik heb je ook een gunst geleend, of niet, met je coniferen, of niet? Heb je mij daar gunst mee verleend? Ik heb je ook een gunst geleend van die coniferen, of niet? Dan gaan we nu naar kijken. Wij gaan nu even naar die coniferen kijken. Is de poort los? Ja, de poort is open. Oké. De hond is niet thuis? Binnen. Oh, hij is binnen. Ontzettend opgerust. Ja. Ik zie hem. Ja, we gaan... En een paar weken terug waren ze nog hoger, hè? Ik heb de koppen eruit gekregen. Ja, daarom. En nou worden ze 5 centimeter. Ja, ik denk dat het wel meevalt. Ik bedoel, als we kinderen hadden gaan doen, dan zie ik wel wat, hoor. Nou ja, we hebben het over 10 centimeter, maar goed. En, nou... Ik heb het wel gezien hier. Ik zie u zo terug voor de hoorzitting. Ja. En dan gaan we over de zaak praten. Helemaal goed. Ja? Tot strakjes. Ja, dag. Nou, we hebben net gehoord. Peter wil heel graag een schutting plaatsen. Eigenlijk helemaal tot voor aan de straat. De stelling voor jullie luidt... een schutting maakt het probleem alleen maar erger. Yvonne. Je wilt toch prettig wonen als buren met elkaar. En een schutting, daar heb zowel Peter als de buren geen voordeel bij. Dus hij benadeelt zichzelf. En jongens, hou het overleg open alsjeblieft. Ja, hij benadeelt zichzelf. Ja. Michiel, ben je het daarmee eens? Ja, maar hij heeft het goede recht om zichzelf te benadelen. Dus als hij daar een schutting neer wil zetten, hoe onpraktisch dat misschien ook voor hem is... dan mag hij daar die schutting neerzetten. Ook al gaat het moeilijk en moet hij er langs zijn dak uitkruipen... als hij die scheiding wil, dan heeft hij er recht op. Het is toch wel de omgekeerde wereld als je buren gaan bepalen... hoe jij moet gaan leven en dat jij voor hun comfort... een stukje moet gaan aanpassen. Moeten zij een woning kopen met voldoende ruimte? Kijk nou eens wat billijk en wat redelijk is. Het is toch een zekere mate van gewoonte ontstaan om daar te kunnen parkeren. Daar moeten ze toch uit kunnen komen. Het gaat om een banddikte. Ja, het is 10 jaar lang zo geweest en dan komt er een nieuwe buurman. En dan moet je misschien weer even overleggen. Maar... 10 jaar lang zo geweest betekent niet 10 jaar lang dat je rechten daarmee hebt opgebouwd. Nieuwe buren betekent opnieuw het gesprek aangaan, opnieuw afspraken maken. Maar we hebben te maken met een enorme BMW en met een enorm busje. Ja. Dat zou wel minder kunnen. Ik vind gewoon een rariteitenkabinet op zich, weet je, dat die bus daar staat. Die bus die kan net zo goed gewoon voor het huis staan en dan doen ze die BMW daar zo. En dan kan meneer ook met de auto ernaast. Voor het huis zag ik ook voldoende parkeerplek. Sommige mensen kunnen hun auto nog ineens bij hen in de straat parkeren. Parkeer de auto recht voor het raam en je hebt er toezicht op. Ja, als je de schutting daar neerzet, dan heb je wel een oplossing. Namelijk, niemand kan er meer parkeren. Maar ja, dan heb je dus voor 2 gezinnen een lege dop. 2 keer een lege dop. Ja, daar sluit het mee af. Want ook in de hoorzitting wordt nog eens pijnlijk duidelijk... dat deze mensen elkaar niet heel veel gunnen. Welkom, we zijn hier in Vlijmen en aan de orde is de zaak tussen meneer Van Oers tegen de familie Van Beurden. Die oprit, we hebben hem gemeten, die is 4 meter, ieder de helft, ieder 2 meter. Dus, en die bus van nu is zonder spiegels 1,90 meter, met spiegels 2,30 meter. Ja, die past er dus niet in. Die past niet dus in. Nee. En uw auto is 1,30 meter breed, heb ik gemeten. Ja. Die past er tussen. Dan heb je 70 centimeter over. En bovendien heeft u nog een extra stukje gemaakt. Dus dat gaat wel helemaal lukken met een beetje... Ja. En daar gaat u heel gelukkig van worden. Nou ja, dan is er in ieder geval duidelijkheid over dit verhaal. En dan hoeven er ook geen frustraties meer te zijn. Dan is het gewoon definitief hebben klaar. Hebben wij ook niet. Maar je maakt zelf wel een keer een punt van. Want jij staat om de havenklap aan de deur. Buurman mag de auto aan de kant. Buurman, dat is niet de afspraak. Zo hebben we dat niet gehad. Nou, we hebben nooit een overeenkomst getekend van dat is niet de afspraak. Nou ja, we hebben ook nooit een overeenkomst getekend nee, over die bus. Nee, je komt alleen maar aan de deur om te piepen. Kom ik alleen maar aan de deur om te piepen. En we denken dat op een gegeven moment... dan zit het tot hier en dan krijg je voor te snel met een grauw ja. Nou ja, dat mag jij vinden. Ik heb altijd op een normale manier aan jullie proberen te vragen. Normaal. En dan krijg ik van jullie scheldwoorden naar mijn hoofd, stumperd en mafkees en dat soort dingen. Dus, nooit gescholden, jongen. Heb je nooit gescholden? Heb jij nooit aan mijn deur gestaan? Ik heb nooit jou erg vooruit gemaakt voor scholden. Nooit. Oké, dan wil ik graag even een voorbeeldje benoemen. Ik had op een avond had ik een keer mijn auto aan de straat staan. Dus de buurman kon zijn auto niet voor zijn deur kwijt. Die komt thuis en die zet vrolijk zijn BMW op mijn helft van de doorgang neer. Dus ik denk, wat krijgen we nou? He, ik was een beetje overdomd. Ik denk, dat was wel heel brutaal. En hoe kwam dat? En hoe kwam dat? Hoe kwam dat? Jij had jouw auto bij ons voor de deur en zo geparkeerd, of zelfs voor een oprit, dat je er niet op kon. Nee. En toen dachten we, hij ons beflikkeren, wij beflikkeren jou. Maar het kan toch niet waar zijn, het kan toch niet waar zijn dat als u even wat een probleem ondervindt, dat u dan uw auto gewoon pontificaal bij hem op de oprit zet. Dat kan toch niet? Dat kan toch niet? Het is 1 keer voorgekomen, maar dat komt. Hij had zijn auto niet bij ons voor de deur. Nee, verder
Half voor de deur en half voor de oprit. Nee, die heb ik vooruitgezet, omdat jullie die auto op mijn helft van de oprit hebben gezet. Die stond er voorbij. Nee, die stond gewoon in het vak en die heb ik stukjes vooruitgezet, zodat die persoon de auto van de oprit af moet, zodat jij er met de bus af moet. Maar jij stond met je neus over dingen heen, dus we konden er niet op. Maar als ik het zo beluister, dan als die schutting er zou komen, dan ga ik straks wel even over verder, dan is een probleem nog niet opgelost. Want ja, als iedereen in het huis in en uit rent om auto's te gaan verplaatsen en elkaar in de weg te zetten. En hoe zou die schutting eruit moeten zien? Nou ja, gewoon een degelijke fatsoenlijke afscheiding. En hoe die er precies uit moet komen zien, dat zijn details. Ja, dat is voor de vervolgaflevering van de Rijdende Rechter dan. Daar ga je natuurlijk echt niet over eens worden. Nou ja, ik hoop het wel. Nou. Maar ja, het is natuurlijk wel zo. Meneer heeft natuurlijk wel een punt, hè? Want het staat wel in de wet. Artikel 49 van het vijfde boek. Ieder der eigenaars van aangrenzende erven in een aaneengebouwd gedeelte van de gemeente, de bebouwde kom, kan ten alle tijde vorderen dat de andere eigenaar eraan meewerkt dat er een scheidsmuur van 2 meter wordt opgericht. Hij is nog nooit op een normale manier aan de deur geweest. Van hallo buurman of buurvrouw, vinden jullie het goed als we een schutting zetten? Hij komt uit het niets op de proppen van ik moet de schutting. Ja, joh, dit is al vaker ja, met dreigementen. Maar je bent nog nooit op een normale manier aan de deur geweest van jongens, vinden jullie het goed of zullen we een schutting zetten? Nog nooit, sinds dat je er bent komen wonen. Ik ben zo vaak bij jullie aan de deur geweest. Ja, om te mouwen en te zeiken. Nou ja, zelfs nog als ze in de straat staan geparkeerd, komt al aan de deur. Dan vind van, ik moet plek voor mijn deur hebben. Dan vind jij misschien mouwen en zeiken, maar ik gedogen dat je 1 auto een stuk op mijn grond parkeert. En gedogen. Niet 2. Ja, ik gedoog het, ja. Nog niemand die met al nog meer voor de deur staat. Dan is het moment de grond, dat doden nog niet eens. Want dat is toch niet goed. Of ja, als er een lange auto voor mijn deur staat, dan langer, mijn auto, als staat er een korte voor de deur, van 2 deuren verder, dan gaat er aan de deur. Hallo, kun je je auto niet verder naar voren? En die heeft tegen jou gezegd, Peter, je hebt de stuur, daar kunnen we mee draaien. Dus draait er maar gewoon erop. Maar wat hij bedoelt met gedogen is natuurlijk dat, ja, u staat op zijn stuk. Misschien wel, maar voordat meneer 's morgens wakker is, staat de auto ook gewoon in de straat. Dan is het misschien handig dat je geen ruzie maakt. Ja. Als je iets van de buurman cadeau krijgt, namelijk 20 centimeter. Maar hij wil niet alleen de schutting, maar ook dat u eraan meebetaalt. Nee, dat doe ik niet, want ik hoef de schutting. Maar het staat op zich wel in de wet dat als er zo'n schutting komt, dat beide dat samen moeten betalen. Dat kan toch ook niet? Dat doet het toch niet? Nou ja, het lijkt mij niet meer dan redelijk om een schutting die op de erfgrens komt, die gezamenlijk eigendom wordt, mandelijk eigendom, om die ook gezamenlijk te betalen. Een schutting die zij niet willen en die het enkel hun leven moeilijk maakt. Nou ja, dat vinden zij maar. Ze kunnen ook een stukje van wat tussen de huizen ligt bij de tuin trekken. Nee. Dus ze moeten eigenlijk meebetalen aan een eigen executie. Dat is het ongeveer. Ja, als u het zo omschrijft. Ja, luister, als u uw zin krijgt, daar laat ik me nu even niet over uit, dan is het resultaat dat zij dus die bus niet meer kunnen zetten. Daar komt het gewoon neer. Ja. Maar dan kan hij zelf ook niks meer als hij een schutting neerzet. Want dan kan hij ook nooit meer met een aanhanger naar achteren. Dan kunt hij in de voortuin uitstappen in uw zand. Ja, daar loopt een paadje. Ik heb er speciaal een paadje aangelegd door mijn voortuin. Ja, om en de helft van de tegels van ons. Ja. Ja, wat ook nog een optie zou zijn natuurlijk, is dat die schutting er komt. Hè? Dat wilt u dan. Vervolgens blijkt het toch wat ingewikkelder dan u gedacht had. Gaat u uw auto voor uw eigen deur zetten, wat niemand u kan verbieden. Het einde van het liedje is dat niemand meer op de oprit kan. En de paadje wat je aan hebt gelegd, de helft van de tegels zijn trouwens ook nog van ons. Want je hebt daar nog die rits met coniferen staan. En waar coniferen staan, dat is lagen eerst die tegels die nou in je voortuin liggen. Ja. Maar dan propt daar ook nog van die stomme coniferen erin, waar je de toppen uit geknipt hebt. Dat ze dadelijk over 15 jaar ook nog eens dik worden. Nou ja, dat denken jullie. Ik denk dat die coniferen aan de schaduwkant nauwelijks zal groeien. U heeft daar coniferen neergezet in uw tuin. Ja. Tekort op de erfgrens. Ja. Maar had u bedacht, zolang die niet over de schutting uitkomen, dan mag dat. Ja, en ik had die coniferen eigenlijk neergezet. Met als reden dat het uitzicht aan de kant van Beurden niet zou verpesten als hij een klein stukje bovenuit zou groeien. Ja. Ja, dat ken. Ja. En toen liet u weten, als jij moeilijk doet over de oprit, dan gaan de boompjes Hij begint te dreigen met een schutting. Ja. En wij dreigen met die coniferen, dan zetten ze ook maar om. Ja, en u zag dat als een pesterij. Ja, zeker is een rechtsmisbruik, ja. Denk ik wel. Doe je tegen ons toch ook? Ik wil een schutting tussen de oprit. Ja, als wij er fatsoenlijk geen afspraken over kunnen maken, dan wil ik ook inderdaad mijn erf afscheiden, ja. Nou, dan doet het er toch lekker, op een eigen grond. Ja, maar ja. Het voordeel van de schutting is natuurlijk dat je elkaar niet meer ziet als je 's ochtends vertrekt. Ja. Dat is ook een voordeel, toch? Ja.
Ja, als je nou elkaar aardig vond, maar dat is niet het geval. Nee, helaas. Ik ga over de zaak nadenken. Ja. En dan zal ik u binnen niet al te lange tijd laten weten wat ik ervan vind. En dan zie ik u terug in uw studio in Zaandam. Nou goed, en deze schutting die zou dan op de erfgrens moeten komen te staan. En normaal gesproken betalen beide bewoners dat dan. Maar de stelling voor jullie is, Peter wil heel graag die schutting. En om problemen te voorkomen moet hij het zelf betalen. Lekker zelf betalen. Gerda, lekker zelf betalen. Lekker zelf betalen. Hij wil die schutting, laat hij dit dan ook maar verbloeden. Nee. Wonen ze er niet mee eens? Nee, gewoon samen delen. Het wil toch niet zeggen omdat de ene harder roept dat je gewoon moet gaan buigen? Het zou toch belachelijk zijn als Peter dat alleen moet, buurman Peter dat alleen moet betalen? Nee, maar zij willen het niet. Zij willen die schutting. Nee, van twee kanten is geen overleg mogelijk. Nou, dan moet je van twee kanten ook maar de gevolgen van niet willen praten nemen. Ja, ja. Ik vind dat ze samen de schutting moeten betalen en hem ook samen gezellig uit moeten gaan zoeken in de bouwmarkt. Samen gezellig naar de bouwmarkt. Esmeralda. Het is toch te gek voor woorden dat als jij je recht wil halen, wat in de wet staat, dat jij recht hebt om een schutting te plaatsen op die erfafscheiding, dat je daar ook nog eens voor moet betalen, omdat de ander zo hard schreeuwt dat ze dat niet willen. Ik vind het echt belachelijk. Er staat in de wet gezamenlijk betalen, gezamenlijk betalen. Ik vind het wel heel erg triest en wrang dat mensen moeten gaan meebetalen aan een schutting die ze niet willen, tot hun nadeel is. Ja, zou u nou ook wel een Berlijnse muur willen optrekken tussen u en de buren? Ja, misschien is er ook wel een andere oplossing voor uw conflict. Dat zou ook nog kunnen. Ja, meld u dan aan en wij gaan u helpen. Ja, en dan nu het verlossende woord. Komt er een schutting en dan wie zal dat betalen? Hier is meester Visser. Uitspraak in de zaak van Van Oers tegen de familie van Beurden. Van Oers hoefde inderdaad geen genoegen mee te nemen dat de bus van de buren deels op zijn oprit wordt geparkeerd. Zeker niet omdat hij daardoor wordt belemmerd in het parkeren van zijn eigen auto op zijn eigen oprit. Van Oers heeft ook recht op een schutting op de erfgrens tussen beide opritten. Al moet die schutting wel voldoen aan de gemeentelijke eisen. Dat staat allemaal in de wet. Wat ook in de wet staat, dat Van Beurden daarvan de helft moet betalen. Dat is het uitgangspunt van de wet. Ik moet u zeggen dat ik dat in dit geval geen redelijke en haalbare oplossing vind. Het is Van Oers die een al jaren bestaande situatie tegen de zin van de buren zo nodig wil veranderen. Maar wat nog veel belangrijker is, is dat een schutting samen betalen ook betekent dat je hem samen moet uitkiezen. En daarvan komt in dit geval, denk ik, heel weinig terecht. Erger nog, ik verwacht daar niets dan ellende van. Ik zal daarom beslissen dat Van Oers de schutting op de erfgrens zelf mag uitzoeken, maar dan moet hij hem ook zelf betalen. Alleen als de familie van Beurden hun deel eraan gaat meebetalen, mogen ze er ook over meepraten. Anders niet. De coniferenhaag tenslotte die mag blijven staan, omdat deze niet boven de schutting uitsteekt. En takjes die er wel boven uitsteken, die mag Van Beurden gewoon afknippen. Als die haag de schutting gaat beschadigen, dan wordt het een ander verhaal, want dat mag niet. En Van Oers moet dat dus voorkomen. Dit is mijn uitspraak en daar moet hij het mee doen. Dank u wel. Hey. Nou, ja, Peter, je mag die schutting dus gaan plaatsen. Ja. Moet je hem zelf betalen? Zelf gaan uitzoeken? Ja. Ga je dat doen? Ja. Ja? Deze week nog. Deze week nog? Deze week nog. Als het aan mij ligt, is het gauw klaar nou. Ja. Ja, dan kan de bus er niet meer staan. Nee, dan krijg je hem toch voor zijn deur. Ja, voor zijn deur. Die zeuren dan, als ik je voorstel. Ja, nou, ik dacht, misschien kunnen jullie dan toch nog dat strookje tuin misschien weghalen. Want dan dat zien we wel in de toekomst. Dan kan hij er wel staan. Ja. Ja. Jammer dat het zo moet eindigen. Ja. Ja, dit was het voor vandaag. Bedankt voor het kijken en heel graag tot volgende week. Ja, succes. Ja. Succes daar. Dan krijg je hem gewoon voor zijn deur, toch? Iedereen is anders. Gelukkig wel.